uit niet zo'n erg christelijk milieu, maar er stond wel een harmonium in huis. En ik merk nu pas op mijn leeftijd hoe ontzettend bepalend dat is geweest voor je muzikale activiteiten. En als lagere schooljongen ben ik daar al vreselijk mee bezig geweest. Ik heb ook lessen gehad toen, ik kon goed noten lezen. En, daar is het begonnen eigenlijk en dat is zo doorgegaan. Ik ben toen als geboren Alkmaarder heb ik ook op de HBS gezeten. Paardenmarkt toen nog. En, het leuke is dat ik een hele goede schoolvriend had daar. Ik heb hem onlangs nog bezocht. Gerrit Lely heet hij. En, die nam mij naar school tot mee naar huis en die liet me allerlei moderne jazz dingen horen. Zo, de tijd van Miles Davis, Charlie Parker en Thelonious Monk. De basis is eigenlijk gelegd in de jazz. In de jazzmuziek. Nou nee, de basis gelegd echt met toch wel klassieke muziekjes die ik speelde. En, als basisschoolleerling. Op 12-jarige leeftijd heb ik ook mijn eerste stukjes gecomponeerd en zo. En, maar sinds die middelbare schooltijd ben ik eigenlijk en daarna vooral in het moderne jazzcircuit terechtgekomen. En dat heeft maar tijdelijk geduurd. Dus de periode dat ik met mijn eigen trio een kwartet optrad. En later met het kwartet van saxofonist Dick Fennick, ook geboren Alkmaarder. En, dus die generatie dus van Hans Dulfer en Louis van Dijk en zo. En dat ze die periode dus... Toch wel veel opgetreden, vooral in Noord-Holland, maar toch ook door heel Nederland verder. Ja, begin jaren 60 ben ik dus eigenlijk in het... muziekschoolonderwijs terechtgekomen, omdat mijn onmiddellijke omgeving vond dat ik nu toch maar eens een fatsoenlijk inkomen moest krijgen. En dat ging mij zeer goed af. Mm. Ik ben in plaats van naar een conservatorium ben ik op een soort masteropleiding terechtgekomen bij drie docenten. Dat waren Jan Pasveer, toen de tijd directeur van de muziekschool Zaanstreek, wat nu Fluxus heet, bij Oebele Bootsma. Van de muziekschool Alkmaar, wat nu Arthur Jans is. En ik heb het langst gewerkt toen bij Hans Waanders van de muziekschool Velsen. En op die drie muziekscholen is dus de basis gelegd voor mijn latere docentschap op het conservatorium. Toen dat je zelf zeg maar ging studeren, ben je toen ook begonnen met componeren of was dat al eerder? Het was al eerder. Ja. Dus, en dat ging wel door tijdens je studie? Ja, dat had hele lange onderbrekingen. Want ik ben vooral in de jaren, tweede helft jaren 60, eerste helft jaren 70 heel erg actief geweest in het vormingswerk en het multimediale expressiewerk, waar ik heel veel cursussen deed, eigenlijk ook in heel Nederland, maar heel veel in Amsterdam ook. En dat heeft mijn componeren toch wel behoorlijk doen onderbreken. Dus het is eigenlijk toch weer opgevat eind jaren 70, toen dat expressiewerk wat... terugliep en ik gewoon docent was op het conservatorium en dat, ja, daardoor heb je ook mogelijkheden om dingen uitgevoerd te krijgen en dat heeft mijn productie doen toenemen op het gebied van genoteerde muziek. Gaf dat ook een soort feedback van hey, ik kan bijvoorbeeld in een ander klanksegment nog wel eens wat verder gaan borduren of deed je echt alles in je eigen omgeving zoals we hier ook zien met heel veel analoge synthesizers, dat je dat zelf eerst allemaal ging... snap je, dat je een klankbeeld zoekt waarin je ging componeren? Of? Ja, dat... Nou, voor mij is tot op heden een duidelijke scheiding tussen muziek die genoteerd wordt. Ja. Dus gewoon in noten. En dat doe je op het ogenblik met daarvoor bestemde programma's. Ik werk nu met heel veel plezier met Sibelius en zo, dus... En daar aan de andere kant heb je dus gewoon
muziek maken rechtstreeks. Alleen maar auditief bezig zijn met heel veel improvisatie. En daar gebruik ik heel veel synthesizers voor in het verleden. En gebruik je dan ook die geïmproviseerde muziek voor je composities? Of moet ik dat ja, dan dat zien? Dat kan raakvlakken met elkaar hebben. Ja. Maar het heeft eigenlijk grotendeels naast elkaar ontwikkeld. Dus, Maar waar laat je je dan door inspireren als je aan een stuk schrijft? Ja, ik ben wel gefascineerd door bepaalde dingen. En welke zijn dat dan? Een stokpaardje voor mij is heel lang geweest, dus gewoon het Boudon-principe. Ja. Dus het werken op pedals, waar ik ook het langdurig over gehad heb op het consortium doen met studenten. Maar dat doe ik zelf ook nog heel veel. Ja. Maar ik merk ook dat ik dat eigenlijk behoorlijk uitgemolken heb. Ja. Ook omdat ik dat heel westers aanpak. Ga je dan ook wel eens op zoek naar nieuwe uitdagingen, naar nieuwe muzikale impulsen? Dat je denkt, nou, ik heb dat nu wel uitgemolken. Waar ligt nu, je fascinatie? Van, Nee, op dit moment niet. Nee. Ik ben eigenlijk vorig jaar, toch 2008 geweest, dacht ik... Toen kreeg ik ook wat meer tijd om allerlei dingen te gaan doen. En ik had geen zin meer in dat directe werk met die elektronica en die synthesizers. En toen ben ik alle genoteerde composities gaan verzamelen van diverse kasten, uit kasten van diverse boekenplanken in één kamer. En ik denk, ik ga me nu voorlopig even bezighouden met het reviseren en het goed op papier zetten middels zo'n computerprogramma van mijn geschreven composities. En met gevolg dat ik juist nu, en soms na enkele tientallen jaren, dus kom tot afronding van bepaalde compositiedingen. Nou, zo blijft het, zo moet het worden. Maar er rollen tussendoor ook nieuwe dingen uit. Ik had een sonate uit eind jaren 70 voor twee piano's en die heb ik echt verbeterd. Ik dacht, nou, als er toch twee vleugels staan bij zo'n uitvoering, kan ik dus ook wel een nieuw stuk schrijven ervoor. Een beetje popachtig stuk geworden, maar dat is ontzettend leuk om te doen. Dus tussen het reviseren van oudere werken ontstaan ook nieuwe dingen. Dan kun je al een beetje stellen dat je muzikale memoires zijn die je nu, zeg maar, uitgeeft. Ja, toch ook. Ja. Ik bedoel, memoirs, dan word je gelijk geassocieerd met een verleden. Dat is ook wel zo, maar het is ook iets van nu. Daar ben ik nu mee bezig. Ja. Vandaar dat er ook nog steeds nieuwe dingen tussendoor ontstaan. Heb je nog muzikale wensen van, nou, dat zou ik nog wel eens een keer willen doen? Dat vind ik zo vreselijk om dat hardop te moeten uitspreken. Want als er niets van terecht komt, dan... Dat verplicht je tot niets. Je kan natuurlijk een bepaald idee hebben heb van, ik wil nog eens een keer een stuk voor 5 doedelzakken schrijven. Bijvoorbeeld. Nou, het is heel anders. Ik heb natuurlijk op dat laatste jaren op het conservatorium ook met die musical afdeling te maken gehad. En ik heb een... Tenminste, omdat mijn partner docent is op die school voor een scholengemeenschap. Een avondvullende musicals geschreven.
samen met Dennis Servet, een oud-student ook van het conservatorium. En daarna heb ik besloten om eigenlijk nooit een musical te willen schrijven of zo. Ik vind dat eigenlijk... Ik ben meer een kantatenschrijver of een oratorium of zo. Er komt toch weer die klassieke achtergrond. Ja, al klinkt het helemaal in popstijl, maakt niet uit. Maar ja. dat ik heb begin jaren 80 ineens, dacht ik, toen het ernaar uitzag dat de jazz- en popafdeling in Alkmaar gestalte zou gaan krijgen, heb ik mijn Songs of Life and Death geschreven. Dus een kantate van een half uur. Ja. In jazz- en popstijl. En dat vind ik nog steeds een heel erg goed stuk. En, maar het is wel een kantate eigenlijk. Ja. Ja. En, geen, hoe heet dat? Geen theaterwerk. Nee. Dus, waar werk je nu aan eigenlijk? Ik ga nu weer verder met mijn geluidsarchief. Ik met synthesizers en dergelijke ga helemaal goed in orde te maken. Ik ben ook bezig om te kijken of daar wat meer mee kan gebeuren. Op het gebied van het maken van cd's of via iTunes of zo. Ik ben met overleg ook geweest met Kees Wieringa daarover de afgelopen maanden. Ik ben bij hem geweest, hij is hier geweest. Deze week is hij directeur geworden van het nieuwe ICSI. Dus dat is... leuk voor hem, maar ik hoop dat daar ook wat uitrolt. Zijn er bepaalde instrumenten waar je nog steeds zeg maar, vanuit componeert? Of dat je zegt, van, nou, ik pak toch heel vaak nog die en die klankbron, want heb je daar kan je daar iets over vertellen? Weet je wel? Dat er nog zoveel staat hè, op analoog gebied. Ik gebruik het niet zoveel, maar ik gebruik het nog steeds eigenlijk allemaal, Want iedere synthesizer heeft zo'n... eigen klankjes die je bij een ander dan niet vindt en zo. En, ik heb dus de afgelopen 5 jaar heb ik ook 1 cd met allemaal werken erop, met uitsluitend als basis die RS-7000 die daar in de hoek staat. Mm-hmm. En daar zit zo ongelooflijk veel in dat enerzijds zijn daar, vind ik zelf, erg leuke stukken uitgerold die ik ook op cd heb staan. Anderzijds, je blijft ook studeren. Ik heb de rest van mijn leven nodig om wat dingen onder de knie te krijgen. Ik ben helemaal niet zo handig hoor, wat dat betreft. Het kost me allemaal veel moeite en tijd. En dat is met dat logic ook zo. Dat je denkt, ik moet toch leren hanteren. Wat voor functie gaat dat krijgen in je creatieve werk enzovoort. Dus, dat is wel het handige van deze tijd, toch? Om nu componist te zijn. Ja. Dat je natuurlijk heel wat mogelijkheden hebt. Maar het heeft ook zijn nadelen. Ja. Dus, en ik ben niet de enige die dat probleem heeft. Nee. Dus ik heb mijn beste stuk... mijn beste synthesizerstuk altijd nog gemaakt op mijn allereerste betrekkelijk kleine analoge synthesizer. Ja. En als ik nu alles terughoor, denk ik, is eigenlijk nog steeds mijn beste stuk. En, terwijl nu kan eigenlijk alles met de moderne techniek. En dan weet ik het soms niet meer. En dan moet je weer helemaal terug naar van, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Niet van, wat kan er allemaal mee? Ja. Maar de kern van het verhaal is, wat wil je? Ja. En niet wat wil je daarmee, nee, wat wil je? Wat wil je nu zien te verwezenlijken? Ja. En, want, dat is natuurlijk wel een mooi uitgangspunt. Ook, ja, maar heel moeilijk ook. Met heel weinig middelen iets kunnen maken wat artistiek inhoudelijk op hoog niveau staat. Dat vind ik de uitdaging voor iedereen die iets wil gaan componeren. En met de mensen waar ik dan ook daarmee bezig ben geweest, die dat soort studierichtingen... hebben gekozen, merk ik wel dat ze het ook wel heel fijn vinden om iets meer te weten en te kunnen van
zeg maar, de klassieke. Het ambacht. Ja, de ambachtelijke onderdelen van het vak, ja, precies.